Maar misschien even wat vragen. Ik kom voor dokter Bijbal. Oh, dan moet u met de lift, tweede etage, tweede deur aan uw linkerhand. Ah, nee. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Ja hoor, dinsdag 9 uur dan. Ja hoor, komt in orde. Dag. Goeddag, ik kom voor dokter Bijbal. Ach, meneer Ruitenbeek. Alsjeblieft, hier is een kaartje. Kunt u hier naar links de gang door en eerst weer naar rechts. Oeh, ik wist niet dat je een toegangsbewijs nodig had voor de dokter. Wat grappig. Eerste deur, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om binnen te komen en hier te gaan zitten? Wat krijgen we nou weer? Wat is dit nou weer? Ten einde een meer efficiënte service te geven aan onze patiënten is deze praktijk geheel geautomatiseerd. Ach. Uw onderzoek zal geheel automatisch geschieden door de computer die voor u staat. Oh. Stop uw kaart in de computer. 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 Ja, ik heb hem. Wacht even. Hij zit erin, hoor. Niet zo snel. U heeft nu uw kaart erin gestopt. Ja, de computer registreert binnen enkele ogenblikken uw naam en adres. Oh. Goedemorgen, mevrouw Van Houten uit de Stationstraat 17 in Haarlem. Uw operatiecorset ligt klaar om te passen. Nee, dat is niet Wilt goed. U zich even ontkleden? U kunt uw broekje en BH aanhouden. Even klap toe. Dat is niet fout. Dus, ik zet hem even stop. Dat is niet goed. Dat is even fout. Het zit... Hallo, ben u er nog? Hallo, dokter? U heeft zojuist een vergissing gemaakt. Ja. Stopt u uw kaart er opnieuw in, maar ditmaal met de goede kant boven. Kaart zit andersom, oké. Hij gaat er nu gewoon in. Goedemorgen, u bent meneer Jan Willem Ruitenbeek? Ja, dat klopt, ja. Hoofdweg? Ja, de Hoofdweg. En wat is uw adres? Nou, dat is het adres, de Hoofdweg. Correctie, Hoofdweg is geen klacht, het is een adres. Vertelt u mij nu, meneer Ruitenbeek, wat uw klachten zijn? Nou, dat komt zo. Ik was van de week... mijn oude kwaal is weer terug, maar ik durf het niet tegen mijn vrouw te zeggen. Nee. B, mijn voeten doen zo'n pijn, die vallen er bijna af. Nee, was ook C, niet. Sinds mijn operatie heb ik problemen met fietsen. Nee. D, geen van deze klachten. Dat is hem. Drukt u op de betreffende knop op het toetsenbord voor u. De D, waar zit de D? Ja, D. Wanneer kreeg u voor het eerst last van uw klacht? Dat was bij ons op de zaak afgelopen vrijdag. Waar kreeg u de pijn precies? Waar kreeg ik de pijn? Dat was in de kantine. Is het A in uw hoofd, B in uw borst, C in uw maag of D in de kantine? Het was in de kantine. Maar kijk, ik heb last van hoofdpijn. Ik heb hier een hoofdpijn en die gaat door en die komt dan uiteindelijk in mijn darmen terecht. Die heeft u wel eens last van duizelingen? A ja of B nee? Heb ik wel eens last van duizelingen? Nou, soms heb ik wel... Ja, ik heb... ja, eigenlijk wel. Dat is de A dus. Er zijn verschillende gevolgen van duizelingen, bijvoorbeeld het niet vast ter been zijn. Oh. Geeft u het aantal benen op? Geef u het aantal benen op? Nou, laatste keer dat ik naar beneden keek, haken nog twee, dus twee. Oh, dat is fout. Sorry. Nee, dat is fout. Ik maak een hele fout. Ik ga opnieuw. Dat is... Het blijkt dat u 10 benen heeft. Nee, bent u A, de Dolly Dots, B, een voetbalelftal waarvan 6 spelers geblesseerd zijn... C, dit berust op een vergissing. Natuurlijk is dat een vergissing. Ik maak gewoon een vergissing. C, dit is een vergissing. U bent nu klaar voor het onderzoek. Oh, kleed u zich uit op A, uw hemdje en B, uw onderbroek na, zoals is afgebeeld op het scherm. Die dingen denken echt dat je helemaal van lotje getikt bent. De A, zorg afgebeeld op het scherm. Nee, ik weet niet hoe mijn onderbroek eruit ziet. En ik weet zelf niet hoe mijn hemdje eruit ziet. Nou goed, die dingen denken dat je echt helemaal van deze wereld niet meer bestaat. Het is niet zo dat de computer het hele leven gaat beheersen, hoor. Ik weet ook nog wel iets, hoor. Ik weet wel hoe mijn eigen onderbroek en hoe mijn eigen hemd eruit ziet. Wat gaan we nou krijgen? Bent u zover? Ja, ik ben zover. Mooi.
Wij gaan u onderzoeken. Oh. Pakt u de grote stethoscoop die rechts van het apparaat ligt. Ja. En steekt u de uiteinden in de gaatjes links en rechts van het toestel. Links en rechts van het toestel, ja. Wacht even. Ja, die zitten erin. Ja, ze zitten erin. Plaatst u het andere uiteinde op uw borst en ademt u in en weer uit. In en uit. In en uit. In en uit. Dit is het einde van uw onderzoek. Fijn, wat een geluk. U heeft een wrat op uw linkerbil. Sorry? U kunt het beste voorlopig op uw rechterbil gaan zitten. Ik word er niet goed van die computer. Ten einde een meer efficiënte service te geven aan onze patiënten, is deze praktijk geheel geautomatiseerd. Uw onderzoek zal geheel automatisch geschieden door de computer. Houd op je kop. Hallo, de dokter. Is er ook een normale dokter? Dokter! Hartelijk gefeliciteerd, mevrouw Jansen. U bent moeder geworden van een drieling.